We zijn hier in Scheverdijn in Hasselt en dit is een Learn to Play. En de bedoeling is eigenlijk dat van verschillende clubs in heel België komen ze langs. En dan zal op verschillende stations worden verschillende oefeningen gedaan. Dus de coaches moeten in ieder station een bepaalde vaardigheid als thema naar voren brengen. Dat kan zowel specifiek vaardigheid zelf zijn, of dat kan verwerkt zijn in een wedstrijdvorm of een spelvorm. De gedachtegang moet ook zijn, niet alleen primaire ijshockey, maar ook respect voor elkaar. We hebben vandaag ook een aantal mensen een t-shirt gezien. En dat is eigenlijk de bedoeling. Respect, fun en ijshockey promoten in België eigenlijk. Nu, voor ons is het ook interessant om dat op deze manier voor te stellen. Omdat ouders dan ook eens zien hoe dat het eraan toe gaat. Want men denkt dikwijls dat je 14 of 15 moet zijn om ijshockey te spelen in België. Dat is absoluut niet het geval. Je kan starten op een leeftijd van 4, 5 jaar. Als kinderen de zin hebben om te schaatsen en deel te nemen, dan kunnen ze perfect komen ijshockey spelen. Ik vind het leuk omdat dan kan je heel hard schaatsen en dan kan je ook wat dingetjes doen met de puck en dingen leren. Ik vind het heel leuk en ik kan ook heel hard schaatsen en ik heb ook vrienden. En ik vind het ook fijn dat we kunnen wedstrijden doen en oefenen. Ja, ik zeg, de meeste mensen die ooit ijshockey gezien hebben, zien het meestal op tv en NHL. En daar zie je dan dikwijls ruwe zaken gebeuren. Wat eigenlijk in jeugdcompetitie minder het geval is. En daar wordt ook de nadruk op gelegd. En dat wordt begeleid door de trainers van zeker niet te ruw te spelen. Oh, ik vind dat ijshockey zeker een sport is die je kunt aanraden aan ouders van kinderen om het te leren doen. Het is een sport die eigenlijk heel fair play is. Er heerst een enorme ploeggeest, waar ik denk dat voor kinderen heel belangrijk is om te leren voor de toekomst, is in een ploeg te spelen. En ik moet zeggen, het plezier dat ze daaraan hebben, is het echt een moeite waard om te doen. Ijshockey is super tof!